Hallo, hier Robbie Bulschem, freestyle dit in de SpongeBob Battles, achtste finale. We hebben net Nick Veen gehad tegen Popjon. Nick Veen, hoe ging het? Ja, het ging wat mij betreft lekker, ja. Ja, dat was het. Het ging lekker. Dat is, ja, ik kreeg eruit wat ik eruit wilde krijgen. Ik kreeg de reactie waar ik ze ongeveer meestal verwacht had. Dus ja, lekker. Jon, jij? Het publiek haatte me. Maar dat ligt er denk ik gewoon aan mij. Ik heb niet al mijn rondes kunnen volspitten. Ik had denk ik verkeerd getimed, had 3 minuten afgetrokken. Maar ik was 3:30 en ik had nog shit. Maar niks aan te doen toch. Ik denk wat met die shit die, waardoor ik dus niet... Mag ik heel eerlijk tegen zijn? Je mag eerlijk tegen. Ik zeg eerlijk, dit was echt een kut battle van jouw kant. Waar lag het dan? Ja, ik vond het zelf het best goed wat ik had. Ja, eerlijk. Maar het mag eerlijk zijn. Ik kan er wel tegen. Maar denk ik dat ik gewoon... even op zolder moet gaan en anders terug moet komen, snap je? Was het misschien ook wel moeilijk met die soort van racistische gimmick die je hebt, om dat tegen een Nederlandse... Nee, dat vond ik niet. Ik denk dat de racistische dingen wel hitten, weet je wel. Maar dat heb ik niet nodig om ik van winkel tegen knie. Want kijk, knie was er niet, maar ik had wel goede shit tegen knie en dat was ook gewoon enkel een racisme bar. Maar kijk, ik denk gewoon dat... Ja, de publiek wordt niet echt geïnteresseerd in me. En dat is niet erg, dat ligt dan aan mij en moet ik... Wat is dat dan, man? Je raakt het publiek volledig kwijt. En ik denk dat heel veel mensen het ook niet eens erg vonden dat jij de ene ronde niet voor kon spelen. Nee, daarom. Nee, ik vond het ook niet erg, want het duurde gewoon te lang. En eerlijk is eerlijk, het moet ook wel aan mij liggen. Dat moet altijd ook een of lange ronde moeten afbreken of had ik gewoon veel korter moeten schrijven. Het publiek heeft sowieso gewoon, omdat ik zo racistisch ben, een beetje haat aan mij, dat is prima. Alleen, ik weet niet, hij komt zo... Ik weet het niet hoor, Stef is dat ook en die krijgt wel liefde van het publiek. Ja, dat is wel. Ja, ik weet niet, ligt gewoon aan mij. Nick, van jouw kant nog wel redelijk sterk, ook niet misschien je beste performance? Ik vind het zelf van wel eigenlijk. Ja? Ja. Ik heb wel eens beter gezien. Welke? Ik weet niet meer welke, kom ik straks nog wel bij je op terug. Maar kwartfinale voor jou denk je? Ja, ik weet het al bijna zeker, ja. Okay, en dan hierna Waldo of Chopper, waar hoop je op? Ja, ik hoop natuurlijk op Chopper. Lekker, dan zit ik in de halve finale natuurlijk, maar het Waldo wordt ook leuk. Jongen, maak je nog kans? Voor wat? Om door te gaan. En omdat ik mijn derde ronde niet afgemaakt en ik zag hoe geïrriteerd X was, ik betwijfel het zeer. Ik vond wat hij deed was dope, wat ik deed vond ik ook dope, anders zou ik kunnen schrijven. Maar als ik gewoon niet ben realistisch, denk ik niet dat ik kans maak als ik zeker mijn derde ronde niet afgemaakt. Je hebt in ieder geval in vorige battles nog laten zien dat het publiek ook wel echt van je houdt. Ondanks dat de haat ze... Al die eerste ronde toen ze nog dat verrassingseffect. De verrassingseffect, inderdaad. Oké, boys, thanks voor de battle. En wie weet wie van jullie in de volgende ronde, man. Yes, punch out op je bilscherm. Thanks.